denk eraan zaterdag 4 september om 3 uur in het cafeetje. En denk eraan, vol is vol. Een belangrijk onderwerp is de hoogte van de contributie. Samen met de financiële commissie is er een voorstel neergelegd. En daarom wil ik graag het woord geven aan Harry Verhuijen. Maar naast de investering hebben we natuurlijk nog wel een enorm geld nodig. Want om te winnen, het is overal in de sport, moet je verrekt hard trainen. En je moet wedstrijden kosten hebben, je hebt trainingskosten. En daarnaast moet ik ook heel eerlijk zeggen, bij een vereniging met dit bestuur heb je ook nogal wat verenigingskosten. Ja. En die kosten zullen we toch op de een of andere wijze bij elkaar moeten brengen. Dus ik heb een begroting gemaakt. En uit die begroting blijkt dat we voor trainingskosten en wedstrijdkosten minimaal 3000 euro nodig hebben. En ik tel gemakshalve voor die verenigingskosten, maar hetzelfde bedrag. Wij hebben een moeilijke taak. Wij zitten namelijk niet in het bestuur. Dus we moeten daar buiten het bestuur als financiële commissie in de gaten houden. Nou, ik wens ons veel succes. Maar ik denk dat er één groot misverstand is. Hoezo? Ik stel je wel met een PR te kijken. Ja, nou, maar we hebben een hele goede looptrainer, Luc van Acht. Ja, dat kan wel zien, maar... Maar ik kan alleen maar spelers, ik kan die niet paarden. Nee, dat lukt dat niet. Oh, wat is dit nou jammer. Oh, maar ik weet wel iets. Wat dan? We moeten een beetje verder gaan, even de grens over, in Reti, hè. Dat is vlak over de grens, en daar hebben ze een fantastisch mooi trainingsplek, uitsluitend voor paarden. Dan pakken we die route. Dan gaan wij dat doen. Harry, bedankt voor de tip. Ja, jammer, maar ik heb het goed bedoeld, hè. Nee, daar gaan we wel uit. Daar heer kans niet over. Want het complex is goed. Het ziet er fantastisch uit. Fantastisch uit. Ja, ja. Komt helemaal niks goed. Niks wat te zeggen. Wij gaan naar Reti. Ja, ja, we komen nog een terug. Ik wens jullie goede reis. Dat is goed. Ik hoef niet mee, hè. Nee. Jullie kennen de buitentaal. Dag Hadi. Je zou dus niet van de partij zijn, hè. Hartstikke mooi. Dag meneer Pastoor. Alles goed? Buitengewoon, Harry. Geen klagen. Goede vooruitzichten. Binnenkort kan ik voor geregeld mee naar het voetballen. Maar Harry, wat sta ik eigenlijk daarboven allemaal te doen? Niks bijzonders. Ik bekijk het eens van bovenaf. Oh, jawel, Harry. Dat doet mijn baas ook altijd. Van bovenaf alles bekijken. Succes met alles waarmee je bezig bent. Dankjewel, meneer Pastoor. Dokter, hoe erg is het? Waar is er aan de hand? Nou, voorzitter, het valt allemaal geweldig mee. Het valt allemaal geweldig mee. We hebben hem een klein beetje geholpen en dat hij ook een betere zit heeft op het paard. Hij kan rijden. Ja, maar van moet je luisteren, de eerste maand niet, ik weet niet of het uitkomt. De eerste maand niet. Jongen. Dan zit er net na de carnaval. Ja, maar ik kan er niks aan doen. Je hebt gevraagd om te opereren en ik doe mijn best. Hè. En ik voor de patiënt maak het echt niet. Nou, met dit voorzitter, ik ga even naar de patiënt. Ik ga even met hem overleggen. En ik zie hem over een week terug en dan kunnen we nog altijd even overleggen. Ik hoop dat je er alles aan doet dat hij kan rijden, want het gaat er dit jaar om, hè. Ja. Dokter, fijn dat je zo snel hebt kunnen reageren. Heel erg bedankt. Fijn. Goed. Tot ziens. Ja, kunnen wij hem dadelijk ook zien? Succes. Ja, okay. Even wachten. Als wij klaar zijn, hè. Ja, okay. Alles in volgorde. Ja, dank je. Eigenlijk, ja, misschien niet het helemaal het goede woord, maar een beetje een sullige uitstraling ook wel. Ja, ik vind het niet het goede woord. Nou, dat doet me denk eens iets anders dan. Ja, een beetje dat onverwachte, de goede lobbes. Nou ja, oké, okay, ja. Klinkt beter. Goede lobbes en
Veel mensen dachten, daar heb je zo'n boertje uit Eindhoven. Die pakken we wel even in. Uit Sint-Antunes. Ja. En Harry zag dat het goed was. Ga je goed?